Vandaag stond er een artikel in de krant over twee Britse ministers. Twee mannen met veel macht, maar met weinig integriteit. Zoals wij zouden zeggen, zo corrupt als de pest. Deze ministers waren bereid om alles te doen voor geld. Het was dan ook geen wonder dat ze zonder ook maar enige twijfel ingingen op de nepinvesteringen die door twee onderzoeksjournalisten werd voorspiegeld. Hoe kan het dat in zo'n ontwikkelde westerse maatschappij waar wij in leven toch dit soort taferelen zich voltrekken? Maar wat misschien wel het meest verwonderlijke is, is dat deze twee ministers wel de laatste zijn die het geld echt nodig hebben. Jan Modaal droomt van hun salaris en er zijn anderen die het simpelweg nodig hebben. Een hele sloppenwijk zou er redelijk luxe van kunnen leven van het geld van deze twee mannen. En ik zeg dit niet zomaar. 3 maanden geleden ben ik in India geweest en heb ik de sloppenwijk in Thane bezocht en daar lesgegeven. De mensen lopen daar met een lach op hun gezicht en zijn tevreden. De ministers zouden zeggen dat ze niks hebben. En ze hebben ook niks, qua geld, goederen en gezondheid. Maar wat hebben deze mensen wel? Ze hebben elkaar en ze hebben familie. En dat ene wonderlijke dat hen allemaal verbindt. Liefde. Omdat leven in zoveel geweld, misdaad en angst, helpen ze elkaar. En dat is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Door dit soort mensen kan ik geloven dat er iets goeds zit in onze wereld, vol geld en corruptie. Zij gaven mij hoop en zijn stuk voor stuk een voorbeeld voor hoe het beter kan. Door hen vergeet ik machtige ministers met mooie woorden, maar giftige daden. Machtige mannen die op verkeerde manier zoeken naar wat ik in India vond. Dat wat echt telt is geen geld, geen Ferrari, maar is het gelukkig kunnen zijn met jezelf en de mensen wie je geeft. Ik heb lesgegeven in Engels, maar zij leerden mij gelukkig te zijn met niks.